De actie houdt eigenlijk in dat wij voor een beter CAO willen gaan. Wij willen graag een CAO laten afsluiten. Voor in ieder geval de jaren 2015-2016. Dat zit nog steeds in een impasse en daarom zijn we begonnen met een betere actie door een werkonderbreking te gaan doen. Een werkonderbreking is nogal wat, omdat jullie hulpverleners zijn. Ja, de spoedgevallen en mensen, de patiënten, ja, hoe gaat dat in zijn werk? Kunnen die niet meer op jullie hulp rekenen? Nou, ten alle tijden kunnen ze op onze hulp rekenen. Deze werkonderbreking behoudt eigenlijk dat wij spoedvervoer blijven ten alle tijden doen. Dus heeft je echt acuut zorg nodig, komt dat zeker bij u terecht. Ten tweede, de bestelde vervoer, en noemen we het B-vervoer, dat is hetgene wat we op dit moment gewoon niet gaan rijden. Dat zal meestal uitgesteld gaan worden. Dat gaat later op de dag dan eventueel wel gebeuren. Ja, maakt zo'n actie dan wel genoeg indruk op de werkgever? Ja, hier heeft de werkgever sowieso last van. Hij merkt dat dit in de publiciteit gaat komen. Er zullen bij hem ook weer vragen terechtkomen van, hey, hoezo en waarom? En hoezo heeft ze nog steeds geen CAO? Dus ja, wij hopen hiermee wel wat beweging te krijgen richting onze werkgever. De nieuwe CAO, jullie willen graag wat geld erbij, maar er is nog een knelpunt over het ouderenbeleid. Ja, dat klopt. Loon, uiteraard willen wij ook graag een 2,5% loon. Maar dat vind ik van minder belang. We willen een beter ouderbeleid. We willen een goed ouderbeleid eigenlijk via het CAO geregeld krijgen. Zodat wij samen met de werkgever en de werknemer een ouderbeleid kunnen uitzetten. Persoonlijk en op maat gemaakt eigenlijk. En dat willen we graag in het CAO weggezet hebben. Als deze actie nu niet helpt, wat voor acties kunnen we dan verwachten? Worden de acties harder, uitgebreider? Dat is nog een beetje onduidelijk hoe we dat kunnen doen. We zitten natuurlijk ook nog in een juridisch deel. Dat moet wel netjes weggezet worden. Patiëntenzorg moet uiteraard gewaarborgd worden. Dus daar zijn ze wel mee bezig. De vakbonden zijn daar druk mee aan het nadenken hoe ze dat willen gaan doen. Maar dat ze eventueel nog wat verder gaan worden, ja, dat zit er zeker eventueel wel in als er geen nieuw CAO komt. De actiebereidheid, is dat groot onder het personeel? Ja, we hebben een grote bereidheid. Ik denk dat zowel 80% van het personeel achter de actie staat. De ene wat sterker dan de ander. Maar ik denk dat ja, rond de 80% daar zitten we wel op qua actiebereidheid. Tot u laat blijven jullie hier nog staan? De actie is van 9 tot 1 uur. En vanaf half 1 dan proberen we hier weer op te stappen. Zodat we om 1 uur weer netjes het werk kunnen verrichten waar we voor aangenomen zijn.